Goedemiddag en welkom bij dit webinar van KPN IoT over Service 2.0. Mijn naam is Simon Philipsen en ik ben bij KPN IoT werkzaam als Head of Product en Partner Management. Maar vandaag ben ik vooral jullie presentator. We zijn hier in de mooie IoT Academy op de RDM-werf te Rotterdam. En vandaag gaan we het hebben over service op afstand. Een trend die we bij steeds meer bedrijven zien. En dat gaan we doen aan de hand van twee hele mooie IoT cases die Atos en Orange Next komen presenteren. En zij gaan laten zien dat aan de hand van die twee cases hoe je je service dienstverlening op een hele andere, efficiëntere en veel meer klantvriendelijke manier kan inrichten. Uiteraard met behulp van IoT. Het is ons doel vandaag dat jij aan het eind van deze sessie een beter begrip hebt bij hoe je je eigen dienstverlening kan verbeteren. Hoe je je dienstverlening richting je klanten beter kan verbeteren. En hoe je je werkdruk voor je servicemedewerkers verlaagt. Nou, als het goed is zie je rechts van jou de mogelijkheid om vragen te stellen. Ik wil jullie ook vragen dat zoveel mogelijk te doen, zodat we het lekker interactief houden. En dat het voor jullie ook zo'n relevant mogelijke webinar wordt. En vice versa zullen wij ook jullie een aantal vragen stellen. Om te beginnen met de volgende. Paul. Mijn organisatie kent een serviceapparaat dat onder andere bestaat uit medewerkers die naar klanten gaan om apparaten of machines te onderhouden en te helpen bij storingen. Ja of nee? Dus neem gerust de tijd om even over na te denken en om te klikken. En dan gaan we nu eerst door naar Bob. Goedemiddag Bob, welkom. Dankjewel. Collega, vertel even wat je doet bij IoT. Ik ben Bob Beelen, ben partnermanager binnen KPN IoT. Ik onderhoud de contacten met partnerorganisaties zoals Atos en ICT Group, waar Orange Next onderdeel van is. Maar vandaag ben ik vooral hier om de vragen te moderaten, om de polls mee te helpen duidelijk maken en de beantwoording met jullie door te nemen. En komen er al een beetje antwoorden binnen? Ik moet even kijken. Ik zie op dit moment al 10 antwoorden gegeven. Ook wel al een duidelijke trend in de beantwoording. Hij is nu ook in beeld, zoals ik zie, van de 10 organisaties. Het begint wat te groeien. Wat minder organisaties. Wat valt je er dan op? Nou ja, voorlopige conclusie. Voorlopige conclusie is het natuurlijk ook wel wat wij eigenlijk weten met z'n allen. Er zijn gewoon heel veel organisaties die een serviceapparaat hebben. Waarmee apparaten op afstand geserviced worden. Waarmee storingen verholpen worden. En waarmee ook mogelijk data van die apparaten dus ook gebruikt wordt. Ja. Hey, misschien wel goed om even aan de kijkers uit te leggen wat KPN IoT nou met Service 2.0 te maken heeft, maar ook waarom ICT Group en Atos hier zijn vandaag. Ja, ik denk KPN IoT staat natuurlijk buiten kijf dat wij met onze IoT projecten veel apparaten op afstand bedienen. Er zijn heel veel machines die extern staan, machines in field noemen we dat, waar organisaties informatie van nodig hebben om hun serviceapparaat op te optimaliseren of op andere diensten op te doen. Dat doen wij niet zelf. Ik heb een plaatje waar we kunnen laten zien ook hoe onze positionering is. Eigenlijk zie je waar KPN goed in is het leveren van een goede, veilige infrastructuur om data mee uit het veld te halen. Dus we leveren IoT hardware, we leveren connectiviteitsvormen die er nodig zijn en we zorgen ervoor dat data op een goede manier afgeleverd wordt aan een back-end systeem. Ja. Maar de inrichting van die back-end systemen, daarvoor hebben we echt partners en ook echt gericht op IoT partners gezocht die dat voor ons samen met onze klanten end-to-end kunnen vullen. We zien dat veel organisaties al wel de stap naar de cloud hebben gemaakt, maar dat een leverancier die ergens werkplekken vult bijvoorbeeld, niet per definitie ook de partij is die heel veel verstand heeft van IoT projecten. Ja. Dus specifiek daarvoor hebben we ze vandaag uitgenodigd. Ja, hartstikke mooi. Daar gaan we straks zeker verder op in. Misschien even terug naar die keten. Hebben we nog een polvraag over hardware, IoT hardware. We weten dat dat een pijnpunt is, hè, kan zijn in de markt. Dus we zijn ook benieuwd bij jullie of je IoT hardware selectie zelf doet of dat je dat of je expertise wint. Dus de vraag luidt, IoT hardware selectie doen we zelf zonder expertise van buitenaf. Ik ben heel benieuwd hoe hoe daarop gereageerd wordt. Misschien even doorstappen naar het werk van die partners waar we mee werken. Waarom is het zo belangrijk bij de use cases die we langs zien komen? Ik denk dat
Zowel waar wij bijvoorbeeld in de hardware, de pool die nou loopt, waar je ook ziet, de meeste organisaties die zijn daar niet in thuis. Dat hebben wij ook van onszelf onderkend. We hebben partnerorganisaties die gewoon dagdagelijks zich bezighouden met dit soort inrichtingen, met dit soort vraagstukken. En als je een organisatie wil zorgen, of voor onze klantenorganisatie wil zorgen dat een project zo kort mogelijk en zo goed mogelijk opgeleverd wordt, dan heb je de best of both worlds nodig. Ja. En vandaar die strategie. Ja. Oké. Over deze poll zijn er al, is er al een conclusie te trekken? Nou ja, de conclusie, er zijn een aantal voor wie het niet van toepassing is. Het zoeken naar IoT hardware, maar verder kun je wel zeggen dat het zonder expertise van buitenaf voor de meeste organisaties echt niet te doen is. Ja. En dat herkennen we ook. Er is een enorme keuze en je weet als organisatie, als je eenmalig met een dergelijk traject te maken hebt, vaak niet waarop te letten. En waarom is dat dan, dat is hardware specifiek zo uitdagend, denk je? Op basis van de specs is het heel moeilijk inschatten wat kan ik nou precies verwachten. Als ergens staat dat een device 7 jaar op 1 batterij kan doen, is dat dan ook zo? We hebben dat ervaren, ook door schade en schande over de afgelopen 5 jaar hebben wij daar ook een expertise team op gecreëerd. En wij vanuit KPN testen we dus hardware. Voldoet het aan dat wat het zegt dat het doet? En we merken dat aan partners, want partners kloppen bij ons aan van joh, we hebben deze devices. Voldoen die of hebben jullie ook betere devices? En dat maakt het project ook weer beter. Ja. Zeker. Goeie. Nou, misschien is het goed om door te stappen naar onze eerste gast. Bob, jij blijft hier aan tafel zitten en de vragen in de gaten houden. Nogmaals, de oproep. Stel vooral je vraag en we proberen hem gewoon in de webinar meteen te beantwoorden. En anders gewoon per chat. Door naar onze eerste gast. Ruud, welkom. Dank je. Dank voor je komst. Om te starten, introduceer jezelf vooral even en vertel wat je doet, wie je bent. Oké, mijn naam is Ruud de Jonge, ik werk voor Atos al een hele lange tijd. En ik ben het hoofd van de IoT practice voor Noord-Europa binnen Atos. En in die zin verantwoordelijk voor alle IoT-proposities die we hier in de markt zetten. En wat voor proposities zijn dat? Connected vessels, connected mobility, dus auto's en trucks. Connected coolers, waar we het zo meteen over gaan hebben uiteraard. Ja. Een heleboel. Ik bedoel, het is te veel eigenlijk om op te noemen. Nou, laten we dan meteen doorstappen naar die ene case, hè, waar we het over gaan hebben. De case van Coca-Cola. Ja. Kan je kort starten met wat de uitdaging van de klant is? En misschien even wat context geven over de klant zelf? Nou ja, goed. We hebben het hier over Coca-Cola. En in specifiek, als we het hebben over de beginfase van dit project, over Coca-Cola Hellenic. Dat is een bottler die valt onder de Coca-Cola groep. En die heeft een distributieverantwoordelijkheid voor 27 landen. Grotendeels in Centraal-Europa, maar ook Rusland. Een aantal landen in op het Afrikaanse continent. En laten we zeggen, het aantal van hun businessmodel. Een van hun businessmodellen is dat ze dus de distributie doen via coolers die lokaal staan. Mm-hmm. Dat zijn heel veel coolers. Dan hebben we het over, we hebben het nu al over een ruim 1 miljoen die we geconnecteerd hebben. En welke uitdaringen hadden ze? Waarom zijn ze in de IT gestapt? Nou, je kunt je voorstellen, toen we dit nog niet hadden, dit project, om de conditie van de cooler te kunnen monitoren, in de gaten te houden, ben je heel erg afhankelijk van de lokale partij die zegt, hey, er is iets aan de hand, hij is te warm, te koud, hij doet het niet meer, er komt rook uit, noem maar op. Ja. En dus de controle over dat proces was heel klein. De groei die ze voor zichzelf hadden gedefinieerd was heel erg afhankelijk van, kunnen we ervoor zorgen dat de uptime van die coolers gegarandeerd is om de marketingprogramma's die ze hebben ook daadwerkelijk goed erheen te kunnen pushen. Ja. Nou, daar zijn ze mee begonnen. Om dat vorm te geven. Wij zijn erbij aangehaakt om het platform te definiëren en de connectiviteit te garanderen. We zijn klein gestart. Mm-hmm. Ja? Eerst moet je bewijzen dat datgene dat je voor ogen staat, dat het ook daadwerkelijk te realiseren valt. En dat je die toegevoegde waarde die je denkt te kunnen vinden, ook daadwerkelijk kunt leveren. En hoe richt je zo'n MVP in om te zorgen dat je ook echt, ja, de hele case kan testen? Nou, de kunst is om de case zodanig te definiëren dat je ook daadwerkelijk kunt focussen op datgene wat je toegevoegde waarde is. Ja. In dit geval hebben we dat heel simpel gehouden.
We hebben gewoon gekeken van welke data zou je nou kunnen opvangen, kunnen analyseren als je die binnenhaalt. En er is in het begin heel primitief naar gekeken. Deuren die open en dicht gaan, het licht of het wel niet aangaat, de temperatuur uiteraard van de koeler. En het belangrijk punt is ook, toen we begonnen waren het gewoon koelers die in de markt stonden. Mm-hmm. Ja, dus je begint met een proces, je moet nieuwe sensoren gaan installeren om die data te kunnen opvangen. Ja. En daarmee ben je meteen beperkt in wat je kunt doen. Dat hebben we gedaan, eerst lokaal. Op ons kantoor in Sofia, Bulgarije, stond een koeler waarmee we het eerste concept hebben gedefinieerd en bewezen. Maar we zijn vrij snel in Bulgarije lokaal gaan uitrollen, ja. Kijken wat voor data kunnen we pakken en wat kunnen we daar precies mee. En dat was eigenlijk een ontdekkingstocht. En was iedereen in de keten daarbij betrokken bij die pilot al? Wat bedoel je precies met keten? Nou ja, iedereen in de keten die met die koeler werkt, alle partijen. In eerste instantie niet. In eerste instantie was het vrij. Het innovatieproject zat heel erg in Sofia. Maar, en dan komt het mooie ervan, dit project werd. Dit is een lokaal project voor Coca-Cola Atlantic. Maar het werd gesignaleerd door Coca-Cola in Atlanta, US. En die zijn er dus bovenop gesprongen toen ze zagen dat daar een stukje toegevoegde waarde zat. Ja. En toen begon het heel interessant te worden, want dan zie je wat de mogelijkheden zijn als je dit soort data-ontsluitingen krijgt, wat de mogelijkheden zijn om je bedrijfsvoering te verbeteren. Ja. En ja, dan. Kijk, je moet je goed voorstellen, dit is een consumer good producent die. Die zijn enorm gedreven, die zoeken naar een agility in de manier waarop je hiermee omgaat. Dat kun je alleen doen als je kunt garanderen dat je infrastructuur, en in dit geval dus de koelers, ook daadwerkelijk een uptime hebben, een goede uptime hebben. Ja. Of dat je proactief kunt zijn om ervoor te zorgen dat je ze in de lucht kunt houden. Was dat het precies. Belangrijkste drijfveer? Dat was in eerste instantie een belangrijke drijfveer. Er is een hele interessante spin-off van deze use case die misschien wel leuk is om te horen. Maar het is misschien heel bizar hoor, maar wat gebeurt als het ding niet up and running is? Wat nou ja, dan heb je liefde pijn. Dan heb je cola die op blauwe temperatuur komt, ja. en die wordt gewoon niet verkocht. En dat scheelt omzet en dat is een probleem. Ja. En zeker in de consumer good markets moet je continu kunnen blijven leveren. Ja. Anders dan gaan ze naar de concurrent die wij spreken één koeler verderop staat. Ja. Ja, maar een van de dingen die je, ja, dus je hebt die door de oplossing die je hebt, kun je ook de koelers, die kun je tracken en tracen. Dus je weet waar ze staan. Je hebt dus controle over het feit dat als jij dat ding hebt geleverd aan een lokale distributeur, dat die, of een verkoper, dat die ook daadwerkelijk daar blijft staan. Dat was in eerste instantie een hele simpele use case, om te zeggen van nou ja, we willen ook dat die daadwerkelijk bij die verkooppunt aanwezig is. Wat bleek nu, een van die koelers werd een keer gestolen. Maar dat wisten ze toen nog niet, maar die was vermist. Toen hebben ze door middel van dat geotagging, hebben ze gekeken, nou waar is dat ding gebleven? Ja. En toen vonden ze toen ze op de plek gingen kijken waar de koeler dus zich bevond, was het een enorm warehouse vol met gestolen goederen. Ja. Nou, dat verhaal is als een lopend vuurtje door die organisatie heen gegaan. Want dat was een bekend probleem, met name in bepaalde regionen in deze wereld. En op deze manier hebben ze dus veel meer controle over die koelers. En het aantal koelers wat ze kwijt zijn geraakt, is dus ook dramatisch teruggelopen. Dat voorspel je natuurlijk van tevoren niet, hè? Dit soort dingen. Dus nee. En dat is het mooie van. Het is een ontdekkingstocht. Je begint met iets en daarna zie je dus wat de mogelijkheden zijn, wat de toegevoegde waarde kan zijn van dit soort projecten. Want vaak zie je zo in het begin van een POC, dan is de business case wat dunner. En eigenlijk zie je tijdens een POC vaak de business case precies, dikker worden. Precies. En wat, hier was ook die ontdekkingstocht, die zat er ook echt in. Al heel snel hadden ze in de gaten. De business developers vanuit de kant van Coca-Cola, van oké, okay, als we dit zo'n platform hebben, deze connectiviteit hebben en deze datastromen hebben, dan kunnen we veel meer. Tenminste, als we in staat zijn om de juiste data te genereren. Ja. Tegenwoordig worden dus geen aftermarket sensoren meer geleverd. Die worden nu allemaal bij de leveranciers van de koelers geïnstalleerd. Dus dan hebben we het al over volledig geïntegreerde sensoren, dus we kunnen veel meer data pakken.
En heel simpel voorbeeld, daar zit bijvoorbeeld een image recognition oplossing bij, dat je dan kunt zien hoe de inrichting van de koeler is. Dan zul je zeggen, ja, wat is daar nou van belang? Binnen de go-to-market van zo'n consumer productiebedrijf is met name hoe je je producten neerzet essentieel. Ik ga maar praten met Albert Heijn, met Ahold. De mogelijkheden die dat opleverde, die zijn gigantisch. Ja. Hey, nu Ruud, nu hebben we dit webinar proberen vooral ook het te hebben over service op afstand. Ja. Nou, er zijn enorm op afstand componenten in. Wie was hier nou als eerste bij gebaat binnen Coca-Cola? Dus welke afdelingen zijn dat? Nou, er zijn twee afdelingen die daar heel erg bij gebaat zijn. Dat zijn de direct sales, hè? Dus gewoon de mensen die het moeten verkopen. We komen zo meteen nog op het resultaat, maar het heeft meteen impact gehad. Er is nog een andere afdeling, dat is gewoon de onderhoudsafdeling, de field service afdeling. Ja. Normaal gesproken was dat wat ik net zei, een reactieve manier van werken. Er komt een probleem en dan wordt er iemand naartoe gestuurd. Ja. Nu, op basis van de informatie die je verzamelt, kun je zien dat de temperatuur gaat fluctueren, oploopt, dat er sales bijvoorbeeld niet goed is. Dat kan duiden op dat er onderliggende technische problemen zijn. En kun je dus proactief zeggen van in mijn planning ga ik rekening houden dat ik daar langs ga om hem te bekijken en te zorgen dat ik hem proactief ga onderhouden of eventueel ga vervangen. Ja. Nou ja, dat maakt het leven een stuk makkelijker en dat levert een enorme efficiëntiewinst op voor de field service. Want soms hoor je ook wel eens, misschien even doorstappen naar resultaten van dat service op afstand, soms hoor je eigenlijk dat in het begin meer service moet worden verleend, toch? Dus dat daar misschien niet de winst, maar dan wel op de omzet. Was dat hier het geval? Of? Nee, je hebt altijd in het begin wat aanloopproblemen. Heel simpel voorbeeld, een aantal sensoren hadden wat moeite om geregistreerd te worden, zodat er een data exchange was. Maar dat zijn allemaal hiccups die je in het begin altijd hebt. Mm-hmm. Op een bepaald moment werkt het, heb je alle problemen wel gehad en dan neemt de platform ook gewoon meteen in de exponentiële vorm toe. De data die op dit moment wordt gegenereerd, we hebben daar een data lake aan vastgekoppeld, waar we dus ook ERP-data aan kunnen koppelen, of andere bedrijfsapplicaties, om ervoor te zorgen dat de analysemogelijkheden vele malen groter zijn dan dat ze nu zijn. En wat voor type data komt er nu binnen die voorheen, wat voorheen nog niet mogelijk was? Nou ja, de initiële business case was heel erg gericht op het asset management stuk. Ja. De huidige business case zit vooral in de go-to-market. Dus er worden actief campagnes gestuurd die er rekening mee houden. Ja. De koelers zelf die worden op een andere manier ingericht, dus er zit een interactief element in. Daarnaast zijn ze bezig met apps te ontwikkelen, zodat als een klant die de app heeft gedownload in de buurt van zo'n koeler komt, een aanbieding krijgt. Ja. En op basis van zijn geschiedenis krijgt hij precies datgene in de aanbieding wat hij altijd drinkt. Ja. Je kunt je voorstellen dat enorme verbetering heeft opgeleverd in het resultaat. Ja, gaaf. Even schakelen naar Bob. Bob, zie je al vragen binnenkomen? Nou ja, de vragen die, of er is een vraag binnengekomen, maar die werd door jullie zelf al beantwoord, dus die niet. Ik ga wel even een nieuwe poll even live zetten. Met name ook omdat jij aangeeft, Ruud, we zijn klein begonnen. We zijn echt even gaan kijken naar een minimal viable product om te kijken, gaat dat werken? Even benieuwd naar de kijkers toe, wat hun ervaringen daarin zijn. Hè? Hoe gaan zij om met pilots? Duren die kort, duren die lang? En hebben ze snel daarin een interactie gevonden? We kijken zo even wat zij vinden. Ik ben wel benieuwd naar wat jullie ervaringen daarin zijn. Nou ja, wat je heel vaak ziet is, je begint klein. Maar op een bepaald moment moet je wel je strategie op de juiste manier definiëren. Dus op het moment dat wij zagen dat het aantal use cases dat kwam vanuit de Coca-Cola organisatie, waar zij dachten dat er een business benefit zou kunnen komen, toenam, hebben wij ook gekeken naar wat voor platform gaan we nou installeren. Want wij zagen aankomen dat dit een behoorlijke omvang ging krijgen. Mm-hmm. Dus we hebben de hele infrastructuur geanalyseerd en opnieuw ingericht. We hebben van de bestaande infrastructuur van Coca-Cola? Nou, voor deze specifieke oplossing. Ja.
toen de use cases in de richting gingen van bijvoorbeeld een go-to-market en heel erg op de omzet gericht gingen worden, hebben we dus de integratie gedaan naar de ERP-systemen, ja, om ervoor te zorgen dat die data met elkaar gekoppeld werd. We hebben een data lake ingericht. Hoe belangrijk is dat? Maar moet je dat vanaf start doen? Of kun je... Nee, dit is nou typisch zo'n voorbeeld waarbij je zegt van je begint klein. Je moet wel een beeld hebben van wat wil je op de langere termijn bereiken. Mm-hmm. Denken we dat dit een strategie is, hè? IoT in zijn algemeenheid, waar we als organisatie mee verder willen. En je begint klein, je doet een initiële investering en je laat zien dat die toegevoegde waarde er is. En omdat je die initiële investering hebt gedaan, is de investering voor de vervolgcases, die wordt al meteen een stuk lager. Ja. Want de basis ligt er al. En dat maakt het dus mogelijk om al die use cases die je misschien op voorhand zou afwijzen, omdat ze misschien niet direct de toegevoegde waarde leveren, om die toch te kunnen ontsluiten voor je organisatie. Ja. En dat is gewoon een kwestie van een goede afstemming met een specialist, om ervoor te zorgen dat je de juiste keuzes maakt en de juiste verantwoordelijkheid toepast. En wat voor bijzondere dingen zijn je nou tegengekomen waarvan je van tevoren echt niet dacht van dat dit gebeurt met onze koelers? Nou ja, diefstal. De diefstal, dat vind ik al een hele bijzondere. Dat is een goede vraag. Nou ja, wat ik zelf wel een hele mooie vind, dat je van een pool systeem, dat je dus data haalt, mm-hmm, gaat naar een push systeem. Je gaat sturen, je gaat proberen je markt te bereiken op basis van de analyses die je hebt gedaan, via hetzelfde, min of meer hetzelfde medium. Ja. En dat is iets wat ik eigenlijk van tevoren nooit gedacht had. Hè? Ja. Ik bedoel, als je in industrie 4.0 zit, dan zit je echt heel erg in de... We verzamelen data, we doen analyses en op basis daarvan nemen we beslissingen. En dat was het. En nu ga je echt het proces proberen aan te sturen. En je krijgt bijna het idee dat je met een soort van artificial intelligence of digital twin-achtige manieren probeert de klant aan te sturen. Ja. Nou, dat vond ik een hele mooie. Ja, gaaf. Dat is natuurlijk nooit af, kan me voorstellen. Je bent continu bezig met de use case toevoegen. Ik ben er zelf niet meer direct bij betrokken. Ik heb Bulgarije verlaten ondertussen. Maar de ontwikkelingen daarvan die gaan nog steeds door. En dit was voor mij de reden om in IoT verder te willen gaan. Dus... Ja. Ik houd het goed in de gaten. En qua resultaten, van je stipt het net al even aan, welke resultaten heeft het tot nu toe opgeleverd voor Coca-Cola? Nou, als we het hebben over resultaten, dan als je moet goed in de gaten houden, dit is een consumer omgeving, dus die zijn heel erg gericht op omzet. Mm-hmm. En wat ze hebben gezien is dat de omzet met een 10% is toegenomen simpelweg door deze oplossing te installeren. Ja, en maakte dat de case al rond? Dat maakte de... Ja. Want eigenlijk is de onderliggende oplossing is vrij simpel. En zeker op het moment dat je dus gaat naar het model dat ik net beschreef, dat je koelerfabrikant onboard gaat installeren, dan verandert de hele koststructuur van je oplossing. Mm-hmm. Durf je ook iets te zeggen over de besparingen die gerealiseerd zijn in het serviceapparaat, wat eerder dus nodig was? Ja, dat zit wel een beetje verdisconteerd in die 10%, om heel eerlijk te zijn. Zit hem dat dan in het feit dat er sneller bijgevuld wordt, dat die dingen niet leeg staan of dat ze niet uitvallen? Nou, dat zijn verschillende... Dat ze het doen op het moment dat je het nodig hebt. Dus je zit nu in een hele strakke go-to-market. Dan moet je niet hebben dat die dingen uit gaan vallen. Dus probeer dat productief te zijn. B, je kunt realiseren dat je de product op de juiste manier neerzet, zodat je die omzet gaat realiseren. De vervanging van die apparaten wordt in één keer inzichtelijk. Want als je nu zegt van ik wil een campagne gaan voeren, dan kan het interessant zijn om van tevoren of gepland de machines te vervangen, de koelers te vervangen, door de nieuwe higher spec apparaten. Ja. Dus er komt een heleboel informatie naar je toe, die het mogelijk maakt om veel efficiënter alles aan te sturen. Ja. Field service, die zijn in omvang afgenomen. Ja. Niet overal. Je kunt je voorstellen dat als je in het achterland van Afrika zit, dat je daar niet veel kunt realiseren. Maar in de wat meer urbane omgevingen
kun je met minder mensen aan de slag. Ja. Naar volledig internationale uitrol. Ja, we zijn dus begonnen met die 27 landen die dan onder CCH vielen, Coca-Cola Hellenic. Maar we zijn ondertussen in China, hebben we al een aantal honderdduizenden geconnecteerd. Verschrikkelijk woord, maar goed. Ja. We zitten in Brazilië, Mexico, noem maar op. Ja. Dus het is een groot succes binnen de Coca-Cola coöperatie. Mooi, ik kan me voorstellen, nou, volgens mij kunnen we hier nog heel lang over praten. Ik kan me voorstellen dat continu use cases bij zullen komen. Misschien afrondend even terug naar de poll. Hè? Ja. Die vragen voor de pilot, Bob. Ja. Zien we? Nou ja, we zien eigenlijk een grote groep die nog niet gestart is aan een pilot, of in ieder geval nog niet op dit moment een pilot heeft lopen. De vraag is ook natuurlijk, hoe lang duurt die al? En ik denk dat het vooral interessant is om naar de laatste twee keuzes te kijken. Dat er toch een jaar of een half jaar tot een anderhalf jaar, of soms langer dan anderhalf jaar, een pilot traject duurt. Ja. We zien dat ook vaak, alleen meestal heeft dat te maken met het duidelijk stellen van de doelen. En wanneer is iets succesvol. Precies. En wanneer kun je gaan schalen daarin. Ik vind dit wel een heel mooi voorbeeld waarin je zegt van joh, begin klein en bekijk ook inderdaad, werkt het dan ook? Ja. Zorg dat je de juiste componenten hebt en dan kun je die pilotfase simpelweg verkorten. Ja. Dus voor die 42% die nog geen pilot heeft lopen. Of misschien die niet aan pilots doen en direct starten. Hè? Dat kan ook nog, ja. Ja. Dat zien we gelukkig ook steeds meer gebeuren. Laten we dat ook niet vergeten. Ja. Nou ja, je hoeft niet per se alles met pilots te doen. Er is natuurlijk een heleboel bewezen al in de afgelopen jaren. Dus ja. dat dit waarde heeft, dat staat voor mij buiten kijf. Ja, dus afsluitend, Ruud, om even een beetje uit te zoomen op de case van Coca-Cola. Voor wat voor type bedrijven is deze specifieke oplossing interessant? En moet ze bij jou aankloppen? Nou ja, voor bedrijven die veel assets in het veld hebben staan. Of in ieder geval op een bepaalde locatie. Je kunt het ook voorstellen dat je dit in een fabriek doet, maar dan omdat je verschillende veel apparaten hebt staan over verschillende plekken heen gedefinieerd. Maar de werkelijke toegevoegde waarde, zoals gezegd, is de inzichtelijkheid van wanneer gaat er iets mis. En op het moment dat je markt in afgelegen gebieden zit, die slecht toegankelijk zijn of moeilijk toegankelijk zijn, waar je misschien zelf je serviceorganisatie niet goed op orde hebt, dan is dit ontzettend interessant om te zien van oké, wat gebeurt er? En hoe kan ik het zo inregelen dat ik een negatief effect zo snel mogelijk onder controle kan krijgen? Ja. Ik heb nog in ieder geval één vraag die ik even tegenaan wil houden. Er staat de vraag ook van, joh, wordt de voorraad in de machines ook gemonitord? Maar dat heb je al even genoemd, hè? Dus de replenishment, dat wordt inderdaad gemonitord. Vraag van André, hoe hou je in de end-to-end ontwerp eigenlijk rekening met mogelijk noodzakelijke wijzigingen ten gevolge van de gewijzigde business case? Nou, dat heeft heel erg te maken met waar je voor kiest. Dus laten we zeggen, de hardware componenten, de platforms die je kiest, of die in staat zijn om wijzigingen relatief makkelijk op te vangen. Dus als je het hebt over connectiviteit, ben je beperkt in wat de mogelijkheden zijn, of biedt het platform juist een connectiviteit die veel verschillende datastromen aan kan. Dat is die strategische keuze wat ik bedoelde. Je moet zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk in het proces, proberen in te schatten hoe je gaat upscalen, hoe je gaat groeien, om ervoor te zorgen dat je de juiste keuze kunt maken voor je platform. Ja, en dan nog de laatste vraag even. Ja. De toegepaste oplossing, is dat dan echt maatwerk of is die eenvoudig toe te passen op andere cases? Dus eigenlijk wat je zegt, denk er gewoon goed over na, maar zorg ervoor dat je niet te veel aan maatwerk hoeft te doen. Ja, precies. En de manier waarop wij het aanvliegen, wij zijn een system integrator, hè, dus wij werken met partners zoals jullie. En wij zorgen ervoor dat we eigenlijk elk scenario aan kunnen en dat we voor elk scenario wel een oplossing hebben die daar goed in past. Beetje product, beetje maatwerk, denk ik. Hè? Ja, dat hou je altijd. Hè? Ja, ik bedoel, use cases zijn altijd specifiek. Ja. Dus, Oké. Ruud, ik wil je hartelijk bedanken. Volgens mij, wat ik al zei, we konden langer doorpraten, maar de tijd vliegt voorbij. We gaan alweer door naar onze volgende gast. Hartelijk dank. Jij komt straks nog even terug voor de open mic. Dan stappen wij nu door naar onze volgende gast. En die werkt bij Orange Next. En dat is Bas Lamme. En die schuift zojuist aan tafel. Bas, welkom. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Wij gaan het over een hele andere case hebben. Maar voordat we dat doen, stel jezelf even kort voor alsjeblieft. Ja, dankjewel. Mijn naam is Bas Lamme.
Ik werk voor Orange Next als een business developer en ben verantwoordelijk voor de verkoop van ons IoT-platform. We zijn actief in eigenlijk drie markten: industrie, logistiek en energie. En ik focus me vooral op die industrie. En dat zijn dan echt chemische bedrijven, foodbedrijven, maar ook de maakindustrie. Ja. En daar, daar gaat deze case over. Ja, voor wie hebben jullie een probleem opgelost? We hebben een probleem opgelost voor Ampelman. Ampelman Operations BV in Delft. Zij zijn in 2012 begonnen met het ontwikkelen van, of eigenlijk op de markt zetten van gangways. Dat zijn een soort ladder die golfbewegingen compenseert, waarmee je mensen van een boot op een offshore platform of een windmolen kunt zetten. Ja, ja. Dat ging voorheen met helikopters en dan vloog ze erheen en dan gingen mensen via een touw landen ze op zo'n platform. Nou ja, goed, op zee, veel wind, omstandigheden zijn gewoon niet heel veilig. Dus zij hebben daar een soort alternatief voor ontwikkeld en daar is de gangway ontstaan. Van Ampelman, oké. Ja. En wat was precies het probleem van hun klanten dan? Want zij bedienen dan weer, neem ik aan, die offshore partijen. Onder andere Shell, hè, dat is echt de eindklant. En daartussen zit dan bijvoorbeeld weer een Wagenborg. Dat is een partij die een grote vloot aan schepen heeft. Ja. En die zorgt voor het onderhoud van al die Shell-locaties op de Noordzee bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En workability, dat is een van de belangrijkste KPI's die ze hebben. En dat betekent dat dat ding moet maximaal productief zijn op zee. Want je kan je voorstellen als zo'n schip stil ligt. Die brug, die gangway. Gewoon de hele operatie moet maximaal productief zijn. Ja. En die gangway is een superbelangrijk onderdeel daarin. Ja. En als dat stil ligt, je kan je voorstellen dat hele teams, boten, alles ligt stil. En dat kost gewoon serieus geld. Ja. Dus die workability die moet gemaximaliseerd worden. Ja, en toevallig zitten zij hier achter. Klopt, hè? Ja. En hebben ze ook een redelijk nieuwe markt aangeboord hiermee, begrijp ik, toch? Nou, in de oil en gas, dat is natuurlijk een redelijk traditionele markt, die bestond al een tijd. Je ziet natuurlijk dat iets minder wordt. Maar de windindustrie daarentegen, die groeit enorm. En zeker de windmolenparken op zee. Ja. Ja, dus dat is een gigantische nieuwe markt voor ze. Ja. Die ze eigenlijk wereldwijd bedienen. Ja, gaaf. Ja, misschien voor de mensen gangways, waar gaat het precies over? We hebben ook een filmpje. Ja, misschien moeten we daar even naar kijken. Want dan hebben de mensen inderdaad een iets beter beeld bij wat een gangway is en wat Ampelman doet. Ja, top. Ampelman Operations provides safe offshore access for people and cargo. Our vision is to provide offshore access as easy as crossing the street. In order to get that, we need a lot of data. And right now, offshore internet access is very limited and we can only use a small bandwidth. Connext is our out-of-the-box IoT solution, which fully runs on the Microsoft Azure IoT suite. With Connext, we connect assets for our customers, collect the data and control their operations really quickly. Connext for us is really the Swiss Army knife of data access for offshore systems. So the moment our systems are plugged in, large amounts of data start to flow around. We use many different Microsoft products for the further analysis. So for example, we link it to data that is stored in Dynamics to correlate specific data points to specific products and items. Ampelman has built a really great solution. And what you see, this is a journey we're on with them. And what we'll do in the future is to be able to tap into new sources of data, such as weather forecast. So by collecting more data points, we're able to better understand and analyze the behavior of the Ampelman system in relation to vessel motions and weather conditions. With the data, we can improve our design and gain our high availability. Nou, gaaf filmpje. Volgens mij geeft dat een wat beter beeld. Ja, we zijn klaar. Denk ik. Zijn ingesteld. Ja, precies. Dan zijn we klaar. Ik heb wel nog heel veel vragen. En ik heb ongetwijfeld de kijker ook. Had ik al verteld dat je vragen mocht stellen? Ja, toch? Ja, Bob. Ja, is verteld. We hebben nog niks gekregen, maar iedereen is het filmpje nog. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Gaat het vooral verwerken. Ik ben wel benieuwd. Ampelmannen, die bouwt dus die gangways, dat is jullie klant. En ze zijn daarmee begonnen en toen in IoT gestapt? Of zijn ze daar direct mee begonnen? Nee, ja, wat je ziet is, ze zijn dus inderdaad die markt opgegaan. Ze zijn marktleider. Ze willen die positie graag behouden. Maar ze hebben eigenlijk een onvoldoende inzicht hoe dat ding performt op zee. De operator die dat ding bedient, dat is ook iemand van Ampelman. Dus die wordt eigenlijk met dat ding mee verhuurd op die boot en die bestuurt dat ding.
Dus die geeft natuurlijk feedback aan Ampelman over wat hij voelt en hoe dat ding werkt. En de mensen die daadwerkelijk van A naar B lopen, die geven ook wat feedback terug. Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Volgens mij hebben ze onlangs 4 miljoen mensen overgezet. Okay. Dus dat, super vaak eigenlijk. Dus. Ja, zeker weten. Ja. Ga verder, ja. Ja, dus op basis van die terugkoppeling wil je natuurlijk dat apparaat verbeteren. Maar dat is subjectief en de weersinvloeden, wind, golfbewegingen, die zijn enorm van invloed op hoe dat ervaren wordt, dat overlopen. En daarvan heeft Ampelman gezegd, we hebben data nodig, gewoon keiharde cijfers om te snappen hoe dat ding performt in bepaalde, bijvoorbeeld zeeën. De Noordzee heeft een hele korte hoge golf, terwijl als je meer naar Pacific gaat, dan heb je een veel lagere glooiende golf. En daardoor beweegt die Ampelman heel anders en wordt dus... Ja, die experience van overlopen wordt heel anders ervaren. Ja. En daar hebben ze gewoon data voor nodig om te kijken hoe ze met name dat die uptime kunnen verhogen, maar ook het product kunnen doorontwikkelen voor die specifieke zeeën, winden. Is dat hun service model ook naar hun klant? Van altijd, onze burgers altijd up and running. En hoe werkt dat richting hun klant dan? Ja, zij zorgen inderdaad dus eigenlijk voor de voor die workability. Ja. Dus dat ding maximaal. Een maximale uptime heeft. En wat je dus ziet, die uptime is eigenlijk afhankelijk van twee factoren. De performance van dat apparaat en weersinvloeden. Ja. Dus zij zijn IoT gestart vooral om echt te kijken van hoe performt dat ding en kunnen we eigenlijk hulp op afstand bieden. Dus de servitization. Zij hebben in Delft hebben ze het Operation Control Center. Daar zitten dus mensen die kijken mee en die helpen die operator aan boord van dat ding. Wanneer er een storing optreedt, om die zo snel mogelijk te verhelpen. Ja. Nou, nu met die data kunnen ze gewoon heel snel vaststellen waar zit de oorzaak van het probleem. En kunnen ze die operator helpen om dat ding zo snel mogelijk weer in de lucht te krijgen. Ja. Oké. En wat voor oplossing hebben jullie voor Ampelman gemaakt? Met welke vraag kwamen ze bij jullie? Met name die databehoeften. Dus geef ons nou inzicht in... wat dat ding doet en als er nou problemen ontstaan, waarom dat gebeurt. Hè? Dat is eigenlijk de inzicht is eigenlijk waarom IoT er is. Ja. Zorgen dat je snapt hoe het apparaat in zijn omgeving presteert. En dat was eigenlijk de eerste concrete vraag die ze bij Microsoft hebben uitgezet. Ja. Daar zijn 3 partners zijn daar ingegaan. En wij hebben onze Connext IoT platform ingezet om hen te helpen die dingen op zee te connecten aan de Azure Cloud. En waar begin je dan? Ik krijg er wel een mooie vraag die ik eigenlijk er meteen even erin heb. Ja, top. Want anoniempje. Wij twijfelen op dit moment of de werkvloer klaar is om met IoT aan de slag te gaan. Hoe wist Ampelman dat ze ook echt iets hadden waar gebruik gemaakt van zou worden? Ja, dat is een interessante vraag. Want dat zien we eigenlijk in al die IoT-trajecten vaak... is er wel op de werkvloer best wel een beetje behoefte aan iets meer onderbouwing waarom keuzes gemaakt worden. Alleen ontbreekt een beetje de top-down governance. Hè. Iemand die binnen de organisatie zegt en nu gaan we voor data en daar hebben we IoT, is daar een onderdeel in. Die werkvloer moeten we er wel rekening mee houden dat als die data eenmaal is, dat het huidige werkproces echt wel gaat veranderen. Want vroeger gingen we brandjes blussen, hè. Er gebeuren dingen en dan gaan we actie ondernemen. Nu hebben we die data, kunnen we eigenlijk gewoon meer vooruitkijken, anticiperen en dingen voortijdig oplossen. Ja. En daar moet je mensen in kleine stappen in meenemen. Want heel veel mensen... Dus echt het bewijs leveren dat die strategische keuze werkt, dat is het eigenlijk. Ja, mijn collega zei het net al, je moet inderdaad echt heel klein beginnen. Dus die successen delen met zowel management als de mensen op de werkvloer. En eigenlijk die behoefte naar data laten groeien, zodat die mensen het echt zelf gaan omarmen. Hey, en dit vraagt om hele specifieke kennis van die business. Ja. Wie bepaalt nou in zo'n dataplatform wat er gebeurt? Hè? Welke ruling eruit komt, welke analytics wordt gedaan? En wat is jullie rol daarin? In principe is Ampelman de domeinkenner. Ze hebben dat ding ontwikkeld. Het zit niet voor niets in Delft naast de TU. Ongeveer alle mensen die daar iets met motion compensation of motion control te maken hebben of werktuigbouw, die beginnen hun carrière bij Ampelman. Ja. Dus dat is een bolwerk van slimme mannen en vrouwen overigens, die snappen hoe het werkt en wat je moet doen. Dus zij hebben de domeinkennis aangeleverd en wij hebben de techniek gefaciliteerd. Ja. Ja.
Oké. Interessant. En dan, we hadden het zojuist over business case bij de Coca-Cola case. Hoe gold dat voor Ampelman? Was die hard te maken van tevoren? Nee. Het is duidelijk dat, wat ik net zei, die workability, op het moment dat dat ding gewoon niet online is, dan kost dat gewoon geld. Maar hoeveel dat nou is en of de kosten van een IoT-investering er tegenop wegen, dat wisten we niet vooraf. Ja. We kunnen nu zeggen dat we een aantal procenten uptime verbetering hebben. En dat alleen voor dat OCC, voor de use case, dat Operational Control Center, dat de business case rond is. Maar eigenlijk zien we in alle IoT-trajecten een soort van bijvangst. Ja. Op het moment dat je begint, dan zie je eigenlijk van, nou, ik had dit en dit voor ogen. Maar door die data te hebben, zie je eigenlijk andere mogelijkheden met behulp van die data. Ja. En dat zien we bij Ampelman ook heel duidelijk. Ja. Zij zijn veel meer de klant gaan informeren over hoe dat ding performt voor die klant. Ze hebben we hebben daar ook een slide van, niet deze. Nog eentje terug. Ja, dus dit is een overzicht van de operatie, hoeveel uptime er is geweest, wat er gebeurd is. En op die manier ziet een klant ook daadwerkelijk dat die Ampelman voor hem geld verdient, omdat het gewoon echt een goed apparaat is. Ja. Je neemt die klant mee in waarom zij kiezen voor die Ampelman, hoe dat ding voor hen geperformed heeft. Ja, dat geeft hem dan een enorme concurrentiepositie natuurlijk. Zijn ze dan ook echt al bezig om daar andere servicemodellen omheen te bouwen? Ja, dat zie je in die volgende slide. Deze. Ja, hier gaan ze dus de workability voorspellen. Dus dat betekent dat ze bijvoorbeeld op zijn Noordzee weten ze als de wind, richting en snelheid zo is, dan is een golfslag zo. En met dit type schip en deze Ampelman kunnen we voorspellen dat we de komende 2-3 dagen een 100% workability hebben. Ja, dat betekent natuurlijk voor zo'n waagborg een fantastisch vooruitzicht. Want die weten gewoon, als we vandaag uitvaren, dan kunnen we inderdaad die 10 windmolens of die 10 platformen langs om dat onderhoud te doen. Ja, en op het moment dat dat lager is, kun je of die operatie uitstellen, of je kunt misschien minder mensen meesturen omdat je die toch niet allemaal nodig hebt. Ja. Je kunt veel beter anticiperen. Ja. Daar meteen op inspringend, een vraag aan jou, Bas. Helpen jullie vanuit jullie organisatie, dus vanuit Orange Next, ook samen met, of de klant om samen met hen een business case op te stellen? Of is het aan de klant om eerst dat te doen waarna ze bij jullie komen voor dienstverlening? Nee, wij helpen die klanten zeker met het opstellen van een business case. Dat is ook de reden waarom we eigenlijk die drie focusdomeinen hebben. Orange Next is onderdeel van de ICT-groep. En daar hebben we onze drie grote pijlers zijn, ik zei het al, industrie, logistiek en energie. En daar zitten business consultants die verstand hebben van dat domein. En eigenlijk ook adviezen leveren aan de Danones, de Friesland Campina's, de Sabiks, de Axo's van deze wereld. Over hoe zij hun processen kunnen optimaliseren. Dus wij snappen de uitdaging op de werkvloer en hoe zo'n proces van zo'n klant eruit ziet. Dus we kunnen ook met hem meedenken en hem helpen om die business case op te bouwen. Ja, zodat hij dat ook intern verkocht krijgt, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Iedereen moet geloof hebben in dat IoT en zorgen dat we daarmee aan de slag gaan. Ja, het moet natuurlijk in de organisatie ook nodig veranderingen plaatsvinden qua processen en dergelijke voordat... Ja, ik denk dat dat het allerlastigste is. Met techniek kan alles. Iedereen kan vandaag beginnen met IoT en zijn apparaat connecten. En natuurlijk moet je daar belangrijke keuzes in maken. Maar het gaat er vooral om de cultuur binnen de organisaties. Er zijn processen en er zijn mensen. En dat is een redelijk ingesleten pad. En dat wordt van een soort reactief naar proactief, wordt dat echt anders. En daar, juist dat change management van die processen en die mensen, dat is het moeilijke in een digitale transformatie. Ja. Niet zozeer de IoT-technologie. Nee, dat klopt. En dit is best wel een specifieke case, hè? Ja. In een specifieke business ook. Voor welk type bedrijven is deze oplossing of dit gedachtegoed ook interessant, denk je? Wat we dus doen met het IoT-platform, het is in de basis heel generiek. Je sluit je apparaat aan en je trekt die data van A naar B. En je kunt dat ook weer terugsturen, maar dat is de basis van het IoT. We ontsluiten data vanuit een apparaat om dat inzicht te geven. En vervolgens hebben we daar drie soort last miles bovenop gemaakt. Performance management, dus echt het inzichtelijk maken in KPI's over hoe performt nou mean apparaat en hoe kan ik bijvoorbeeld mean time between failures verlagen.
In een industrie zien we veel meer OEE-achtige dingen. Hè. Hoe performt men totale... Wat is dat? Misschien goed om even te... Ja, sorry. Dat is de overall equipment effectiveness. Kijk. Dus dat betekent dat je meerdere machines achter elkaar hebt om ja, van een bepaalde grondstof tot een blik verf te komen. Ja. En ja, die overall effectiveness die hangt af van je zwakste schakel in je keten. En ja, hoe meer inzicht je in die keten hebt en waar die zwakste schakel zit, hoe hoger je ook weer je productiviteit kunt maken. Ja. Nou, dus dat is een laag die we bovenop het IoT leggen. Als we die data hebben, dan kunnen we dat soort OEE-berekeningen gaan maken. Ja. En dat doen we ook met energie. Dus op het moment dat we data hebben, dan kunnen we het energieverbruik kunnen we inzichtelijk maken. Maar we kunnen ook assets bijvoorbeeld flexibel inzetten. Hè, dat wil zeggen dat ja, op het moment dat een productieproces iets niet nodig heeft, dan zou je een e-boiler even uit kunnen zetten. Of vrieshuizen. Die, ja. Nou, helder, goed, ik kan hier over doorgaan. Ja, ja. Oké, okay, Bob, misschien is het wel leuk om... Of heb je weer een vraag? Ik heb eerst een vraag. Daarna stel ik voor dat we nog even de poll inderdaad in de rug brengen. De vraag is over het verdienmodel of het terugverdienmodel over Ampelman. Is het nu dat de klanten van Ampelman betalen voor extra dienstverlening? Of wordt het IoT-platform terugverdiend uit de kostenbesparingen voor Ampelman? Ja, dat laatste. Ja, dus Ampelman die bespaart kosten voor zichzelf en zij willen dat die marktleiderschap willen ze behouden. Dus daarmee leveren ze dit soort diensten aan de klant. Ik weet het niet precies, maar die zal ongetwijfeld verdisconteerd zitten in het leasemodel of het verkoopbedrag. Ja. Maar dat, ja, zij willen veel meer naar additionele diensten naar die klant. Ja. Dus we zagen net die workability voorspelling. Maar het is wel echt over die service als dat is wel, hè? Dus gewoon, het gaat over die dienstverlening die verbeteren. Ja. En vanuit daar, dat merkte ook bij die vorige case, komt de commercie ook vanzelf al, merk ik. Ja, nou, en mijn collega gaf het ook aan. Je wil gepersonaliseerde verkopen doen, want dat is eigenlijk de volgende stap. Die is er nog niet, maar daar zijn ze nu mee bezig. Hè? Een klant kan nu inloggen op het Ampelman Insight portaal. Daar levert de IoT data af, maar ook hun eigen ERP en andere externe bronnen. En daar kan die klant gewoon zeggen, joh, ik heb dit schip en ik wil op die zee wil ik mijn offshore werkzaamheden uitvoeren. Wat is de beste combinatie en hoe ben ik zo meest productief? Dus ja, ja. Ampelman biedt die klant eigenlijk een soort ja, design your own. Ja. En daarmee hebben ze, ja, zitten ze dicht tegen die klant aan en leveren ze daar heel veel toegevoegde waarde. Ja, gaaf hoor, mooie ontwikkelingen. Bob, misschien afsluitend. Hè? We hebben nu twee mooie cases gehad. En het veel gehad over efficiëntie in start vooral vanuit service. Misschien leuk om de laatste poll erin te gooien. Ja, ik had hem al even live gezet. Dus de eerste antwoord was alweer. De eerste vier antwoorden zijn al binnen. Okay. De vraag is, wat is het verdienmodel voor jullie organisatie over 3 jaar? En is dat dan nog productverkoop of echt dienstenverkoop? Het leveren van, zit daar dan een servicecontract aan waar je je geld nog mee verdient? Of is het vooral met het leveren van producten en diensten as a service? En je ziet dat daar echt wel duidelijke aftekening is van de keuze voor die laatste. En er zijn natuurlijk organisaties die blijven product sales verantwoordelijk. Daar kan ook IoT een grote meerwaarde in bieden. Het leveren van servicecontracten wordt natuurlijk makkelijk. Ik denk de voorbeelden zoals we die vandaag hebben gezien. Maar zoals jij me ook al vertelt, diensten as a service bieden. Mag misschien zelfs wel vertalen dat Ampelman, zeg maar, de veilige oversteek als een dienst aan hun klanten nu. As easy as crossing the street. Dat is een slogan. Dat is de slogan. Ja, mooi. Want we hebben nu die twee componenten aangestipt hoe ze hun eigen dienstverlening, eigen service verbeteren, maar ook die van de klanten. We hadden ook nog een derde doel van deze webinar, dat was hoe je de werkdruk voor service medewerkers kunt verlagen. Is dat aan de orde geweest voor Ampelman? Ja, in mindere mate. We zien dat het onderhoudsapparaat binnen Ampelman echt nog wel wat moet groeien in volwassenheid. Ik denk dat die staat zeker ook op de roadmap. Ik denk niet dat we daar nu al een bepaalde efficiëntie in door kunnen maken. Oké. Ja, niet het ontlasten van medewerkers in ieder geval nog niet. Nee, ja, dat kan je me ook voorstellen dat je juist meer constateert en misschien nog wel meer eerst moet fixen voordat je kan ontlasten, kan ik me voorstellen, toch? Ja, maar goed, ja, het is en blijft een super duidelijke case, hè, dat inderdaad op het moment dat je gewoon weet
waarom je naar een storing toe gaat, wat je mee moet nemen, omdat je gewoon weet wat er stuk is. Ja, dan kun je first time fix. Zeker. Nog een vraag vanuit de kijkers. Denken jullie ook aan andere verdienmodellen om de drempel te verlagen om met IoT aan de slag te gaan? En daar wordt een voorbeeld gegeven op basis van resultaat. Bijvoorbeeld afrekenen in plaats van de investeringen die nodig zijn om een omgeving in de lucht te brengen. Lange vraag. Ja. En wat... Ik zal kijken of ik hem in delen kan doen. Heel simpel, hoe zorgen jullie ervoor dat het zo simpel mogelijk wordt en ook financieel gezien denk ik draaglijk acceptabel is om makkelijk met IoT te starten? Om de investering inderdaad in IoT te doen? Ja. Dat is bewust de reden waarom we voor het ontwikkelen van een eigen product hebben gekozen. Omdat heel veel klanten kiezen op dit moment nog voor het ontwikkelen van hun eigen IoT-applicatie. En dat betekent soms gewoon echt dat je een half jaar aan het ontwikkelen bent en daar dus geld en mensen op inzet. Terwijl die business case vooraf niet evident is. En door dat product in te zetten en wat off-the-shelf hardware, kunnen we eigenlijk vaak in een dag of 3, 4, 5, kunnen we gewoon de eerste resultaten binnen hebben. Ja, en dat is volgens mij een drempel die voor iedereen te nemen is. En juist met die inzichten kunnen we gaan schaven over wat moet er veranderd worden aan de cloud, wat moet er veranderd worden aan een stukje hardware op de edge. De IoT hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar mensen maken het vaak ingewikkeld door zelf te gaan vreubelen. Ja. En dat niet meer doen dus gewoon. Sorry? Zorg ervoor dat je de juiste expertise aan tafel haalt. Een juiste partner. Ja. Precies. Ja. Nee, de wereld gaat snel genoeg en de veranderingen. Dus je moet zorgen dat jij doet waar jij goed in bent. En de juiste partner aanhaken die verstand heeft van dit soort dingen. Ja, absoluut. Helder. Bob, laten we nog een vraag doen voordat we afronden. En volgens mij zijn wij er doorheen. Ik heb zo meteen nog wel een afsluitende poll, maar die is echt ter afsluiting. Oké. Okay. Nou, dan als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we dat zeker zo nog even doen met de open mic. Dus dat komt hierna. Want wij zijn alweer aan het einde gekomen van dit deel van het webinar. Laat ik starten met jullie als kijker. Hartelijk bedanken voor jullie tijd. Ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden. En daarnaast wil ik uiteraard Ruud, daar ben je, en Bas en Bob bedanken voor jullie, graag gedaan. Voor jullie gave cases. We blijven nog even zitten, want straks hebben we dus die open mic. Die kun je via Zoom aan deelnemen. Scroll omhoog en klik met het meest rechter tabblad. Dat zie je als het goed is hier in beeld op het telefoontje op rechts. En dan kun je ons nog even spreken en je laatste vragen stellen. Ruud schuift hier ook weer aan. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik wil jullie ook nogmaals nog een keer vragen om nog even de 3 vragen te beantwoorden voor de evaluatie. Zodat wij de volgende webinar nog relevanter kunnen maken. Dus doe dat vooral. Dan laten we het even bij. Nogmaals dank en hopelijk tot straks in de open mic.